Welkom bij deze les van Photoshop, waarin ik jullie meerdere trucs ga laten zien. We noemen het de trucendoos. Ga naar File en dan gaan we het eerste bestandje openen. Dan beginnen we met deze lucht te openen. Lucht 2 heet die. Hier zie je een persoon die in de lucht springt. Nou vind ik die lucht heel mooi, maar ik wil die persoon er bijvoorbeeld uit hebben. Dit kan met van alles zijn, in dit geval is het dan die persoon. Daar heeft Photoshop een heel handig tooltje voor. Uiteraard gaan we wel weer even de laag dupliceren, zodat ik altijd het originele bestandje nog heb. En wat ik dan doe, is ik ga naar de retoucheerafdeling. Die zit hieronder, dus je ziet een soort pleister staan. Klik daarop, hou die ingedrukt en dan komt de Patch Tool tevoorschijn. Nu gaan we met die Patch Tool gaan we zo om het figuur heen. Je kunt iets inzoomen, dat kan handig zijn. Even terug naar de Patch Tool. En dan gaan we er zo omheen. Ga dicht op het figuurtje zitten, maar ook weer niet te dicht. En dan gaan we hem zo helemaal eromheen. Dit doe ik nu uit de hand. Dus je moet wel goed je hand stilhouden. Met een muis is dit iets lastiger dan met een tekentablet, vermoed ik zo. Nou, en dan sluiten we hem. Nou, als je dan alleen de muis over je plaatje heen schuift, dus eigenlijk over je selectie heen, dan zie je dat er een pijltje bij je patchwork tevoorschijn komt. Waarschijnlijk niet te zien in dit filmpje, maar als jij dit doet, dan komt ook dat pijltje tevoorschijn en die geeft een richting aan. Die richting kun je hem zo opschuiven naar die richting en dan zie je dat de wolken zo verdwijnen. Je kan hem allebei de kant op doen. Hij gaf mij nu aan dat ik hem één kant op moest slepen, maar je ziet eigenlijk dat de andere kant zich beter leent ervoor. Zoals ik dit doe en hem loslaat, dan zie je dat mijn hele figuurtje verdwenen is uit de foto. Ik heb hier nog wel een klein stukje over, dat paste nu niet. Nou, ga ik weer met mijn patchwork tooltje eromheen. En dan sleep ik hem weer weg. Nou, toch weer ook de andere kant. Oké, je kan een beetje zoeken naar waar die kleuren nou het beste uitkomen. Hè? En dan zie je zo dat die verdwijnt. En dan heb je eigenlijk niks meer in mijn lucht zitten. Natuurlijk blijven er reststukjes over. Die kun je nog weghalen met bijvoorbeeld de retoucheerpennen. Maar dat laat ik zo verder zien in een ander voorbeeld. Maar die kun je ook hierbij gebruiken. Dit is truc 1. Gaan we naar truc 1. 2. Sorry, 2. Dan gaan we nog meer retoucheren. Bijvoorbeeld deze dame. Deze dame, dat is een mooie foto. Niks mis mee. Maar zij heeft last van een aantal puistjes. Nou, bijvoorbeeld in magazines houden ze daar niet zo van. Maar ik kan me ook voorstellen dat je eigen vakantiefoto's af en toe, dat je denkt, nou, dat was een beetje jammer. Nou, dan kan je dat oplossen in Photoshop. Dan gaan we naar de Spot Healing Brush. Dan ontstaat er eigenlijk hier een rondje. Dat rondje zou je ook nog een beetje kunnen aanpassen in grootte. Dat doe je dus weer hier. En wat je dan doet, is je zet hem neer op een bepaalde plek waar de huid wel oké is. En dan trek je hem zo naar waar je de huid niet oké vindt. En dan blendt hij hem vanzelf in. Het is echt pure magie. En dan zie je zo dat je de ongewenste vlekjes weg kan halen. Nou, hier zie je nog een adertje bij haar neus. Die kun je ook weghalen. Let er wel op dat het natuurlijk blijft. Hè. Kijk, ze heeft ook allemaal sproetjes en moedervlekken. Nou, je kan er best wel eentje weghalen, hè, zoals hier. Maar dit is ook wat iemand menselijk maakt. Dus ja, doe dat ook niet te veel, want het hoeft ook helemaal niet. Maar je kan wel alle adertjes en ongewenste tijdelijke oorzaken weghalen. Nou, en zo zie je, kun je nog een beetje dat rode weghalen bij de mond.
En zo kan je er helemaal weg retoucheren. Truc 3. Ga naar openen en we pakken de regenboog erbij. Ik wil graag een tekst typen en ik wil graag dat de tekst deze kleurtjes overneemt. Ik ga je laten zien hoe we dat gaan doen. Ga naar het tekstblokje en dan kun je hier een tekst typen. Maar eerst, zoals altijd, even de laag dupliceren. Terug naar de tekst. Klik op je afbeelding en schrijf daar een tekst. Typo. Rotterdam bijvoorbeeld. Als je dan op het pijltje weer klikt bovenaan, dan kun je dat ook nog een beetje verslepen en dan zet je hem recht. Wat je dan doet, is je gaat de background copy, dus de laag die je gekopieerd hebt, die sleep je, die hou je vast, door middel van je muis ingedrukt houden, sleep je boven de tekst. Dan zetten we even het originele bestandje background uit. Zodat dat doe je met dat oogje, hè? Dus je verwijdert hem niet, je zet hem alleen uit. En dan klik je op de bovenste background copy weer. En dan doe je rechtermuisknop en dan zeg je create clipping mask. En dan zie je dat er een pijltje bij je laag tevoorschijn komt en die wijst naar beneden. En dan betekent dat hij een clipping mask maakt van de tekst daaronder. Nou, en dan zie je dat die letters in die kleurtjes, dat die hem overnemen. Nou, je kunt ook nog dan een beetje schuiven, hè? Dus je kan kijken wat je mooi vindt. Nou, en zo heb je het IPO Rotterdam logo in de regenboogkleuren. Dan gaan we naar truc 4. Ga naar de bloem en dan openen we die. En dan gaan we zorgen dat we deze bloem vrij gaan maken van de achtergrond. Doen we weer even de background duplicate layer. En dan heb je hem weer hier staan. Je kunt hem even uitzetten voor het gemak, het origineel. En dan pakken we dit keer de quick selection tool. Die staat. Even, ik ben hem soms zelf ook kwijt. Die staat uiteraard waar ook de Magic Wand Tool staat, dus de toverstaf. Nou, dat staat dus hier, de Quick Selection Tool. Dan zie je dat er een rondje tevoorschijn komt met een plusje erin. Je kunt het ook nog ietsjes groter maken. Hè? Dat doe je weer op dezelfde manier als heel veel dingen die je dan groter en kleiner kan maken. En dan kun je zo die bloem afgaan en de boel heel snel selecteren. Nou, je klikt nu los. Je kan ook gewoon door klikken of hem ingedrukt houden en gewoon doorslepen. Nou, die binnenste ring die wil ik er ook bij. Nou, stel je voor dat ik nou een beetje uitschiet, bijvoorbeeld ernaast. Geen probleem. Houd Alt ingedrukt. En dan kan je hem zo weer terugslepen. Nou, ik kan hem natuurlijk dan het rondje ook weer kleiner maken en dan zo precies erin passend doen. Ik kies ervoor om even over de randjes heen te gaan en dan vanuit de binnenkant weer netjes op te werken. Dus je moet er een beetje handig in worden, dat is alles. Nou, dan zie je dat ik hem helemaal geselecteerd heb. Dan ga ik even terug naar het pijltje. Dan zeg ik Ctrl-C. Dan pak ik hier een nieuwe laag. Dat doe je hier in het laagschemaatje. Dan zorg ik dat ik in een nieuwe laag sta en dan zeg ik Ctrl-V. Als ik dan de background copy ook uitzet, zie je dat dat bloemetje helemaal los staat. Dat ik die, dan kan ik nu ergens anders opplakken, bijvoorbeeld. Oké. Dan gaan we naar de volgende truc. Dat is de Red Eye Tool. Gaan we weer naar openen. Pakken we deze baby erbij. Nou, je ziet, dit is perfect voor vakantiefoto's. Je ziet een kindje met rode ogen. Het gebeurt natuurlijk als je een foto net eventjes verkeerd neemt. Nou, daar hebben ze ook iets handigs bij. Gaan we toch weer even naar de retoucheren afdeling. Hè? Je zal zien dat je daar heel veel mee kan doen. Hou je hem ingedrukt en dan zie je de Red Eye Tool. Nou,
Simpeler dan dit kan ongeveer niet. Dan klik je op waar het oog rood is. En dan zie je dat die hem gewoon automatisch donker maakt. En dan heeft het kindje opeens geen rode ogen meer. Volgende truc. Gaan we weer naar openen. Pakken we dit blad. En dit blad wil ik ook weer losmaken van zijn achtergrond. Nou, de achtergrond is op zich wittig. Maar je ziet wel dat er allemaal spikkeltjes op zitten. Nou, dit kun je natuurlijk inderdaad ook weer met die quick selection tool doen. Maar je kunt dit ook met de Magic Wand tool doen. Nou, dat is de toverstaf. Als je dan op het wit klikt aan de buitenkant, dan zie je eigenlijk dat hij hem heel snel al goed selecteert. Als ik nu backspace doe, oké, er gebeurt er niks. Waarom komt dat? Omdat ik die laag niet gedupliceerd heb. Laat even expres zien, als het fout gaat, hoe dat dan komt. Als ik dan de selectie weer eventjes eruit wil, klik ik op deze selectietool. En dan klik ik ernaast. En dan kan ik hier terug in mijn lagen en dan zeg ik duplicate layer. Dan gaan we datzelfde trucje nog een keer doen. Alleen ga jullie er nog wat bij vertellen. Is dat je de tolerantie van je toverstaf kan je hier instellen. Dus zie goed waar die op ligt. Jullie kunnen mijn cursor niet altijd goed zien. Hier bij dit, wat er nu dit vakje wit wordt, daar kan je hem instellen. Nou, nu staat hij op 30, wat op zich goed is. Maar je kan hem hoger en lager instellen. En dat betekent dat hij soms meer van de omgeving pakt en soms minder van de omgeving pakt. Experimenteer daar gewoon mee. Nou, ik zeg 30, dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Moet ik wel weer even in de laag gaan staan. En dan klik ik daarbuiten op die laag. En dan zie je dat ik hem kan selecteren. Dan kan ik op backspace drukken. En dan druk ik de originele background uit. En dan zie je dat mijn background verdwenen is. Wat ik ook kan doen, ga ik even terug in de history. Is de gum pakken. Nou, de gum is nu heel klein. Die zet ik dan weer groter. En dan kan ik ook zo die achterkant weggummen. Nou, zolang je die background open hebt staan, zie je niks. Maar als je dat oogje dan wegklikt, dan zie je dat die vanzelf verdwijnt. Ik ga jullie nog een belangrijke truc laten zien. Soms is het belangrijk dat je niet heel de achtergrond echt definitief weghaalt. Die wil je er weer bij kunnen halen als het nodig is. Ik ga jullie laten zien hoe je dat doet met behulp van een masker maken. We gaan even in de laag staan waar ik in wil werken. En dan ga ik de Quick Selection Tool pakken. Ik ga even snel het bloemetje selecteren. Nou, hier gaat het heel even mis. Ik doe even met Alt. Hè, dat hebben we al eerder gedaan. Dan ga ik hem netjes maken tot een rand. Nou, staat hij er helemaal goed op. Wat ik dan doe, is de selectie aan laten staan. Ik ga hier naar Layer. Dan vervolgens ga ik naar Layer Mask. En zeg ik Reveal Selection. Nou, als ik dan even het bloemetje of de background uitzet, dan zie je dat die achtergrond weggehaald is. Net alsof ik de gum heb gebruikt. Alleen ik kan ook dat masker weer weghalen. Dan ga ik weer naar Layer, Layer Mask. En dan zeg ik Delete. En dan heb ik hem weer gewoon. Belangrijk tool. Ik wil jullie nog iets laten zien over als je nou een gewone foto wilt bewerken. Soms wil je de kleuren aanpassen of de scherpte of je wilt er een soort waas overheen weghalen. Dat kun je altijd doen door bij Image te gaan naar Adjustments. Nou, dan krijg je hier een hele hoop dingen, opties die je foto kunnen helderder, beter maken. Je kunt die in Adobe CC kun je die ook hier vinden. Die zit dan, waarschijnlijk staat Libraries nu aan bij jullie. Maar dat kun je ook gewoon hier naar Adjustments. Ik gebruik hem even hier.
Wat je dan zou kunnen doen bijvoorbeeld is naar de levels kijken. Nou, je moet gewoon maar een beetje gaan slepen wat het doet. Maar over het algemeen helpt het als je hier een beetje aan de voorkant hem erin sleept. En hier zie je ook dat die, je hebt van die golven hier staan. Nou, en dan komt er een stukje niks. Dat je hem tot aan het uiteinde van de golf sleept. Dan zie je al dat de hele foto gelijk opkalevatert. En dan zeg je oké. Nou, je kunt nog veel meer dingen doen. Hè. Meestal kom je hier al een heel eind mee. Hè. Dan wordt het al een stuk beter. Maar je kunt natuurlijk ook nog wat met de brightness en contrast doen. Nou, zo kun je een foto helemaal naar je smaak maken. Kijk wel uit dat je ze niet overbelicht zoals hier. Of onderbelicht en dan een soort grauwe waas krijgt. Of dat je onnatuurlijke balans krijgt in je foto. Er zitten hier nog veel meer opties in. Ik ga ze niet allemaal af. Maar probeer ze gewoon eens los allemaal op een foto. Dan kun je vanzelf zien wat er gebeurt. En dan word je er vanzelf ook handiger in. Dan ga ik jullie nog één slimme truc laten zien. We gaan weer eventjes wederom het blad openen. En dan gaan we hier in plaats van de hoekige lasso. Gaan we naar de magnetic lasso tool. Jullie zullen er dol op zijn. Want het gaat veel sneller. Maar weet wel dat als je af en toe iets precies wil doen, dat je dan beter het even met de hand kunt doen. Wederom gaan we eerst eventjes de laag dupliceren. Even de history weer op zijn plek. Prima. En dan pakken we hier onder de lasso de magnetische lasso tool. Je zet hem gewoon ergens erop, je klikt hem erop en je volgt zo, zonder je muis ingedrukt te houden, met de cursor de vorm van je blad. Je kunt af en toe even klikken om te zorgen dat hij dan echt op een bepaald punt even vastklikt. Dat je zeker weet dat hij hem goed pakt. Nou, schiet je nou een beetje uit, hè? Zoals hier nu. Ga gewoon met backspace terug. Dan ga je terug naar het laatste punt waar het goed ging. En dan ga je gewoon weer verder. Nou, dus die van die puntjes zijn nou echt van die momenten dat je even klikt op je cursor. Zodat die echt netjes hem pakt. En zo ga je heel dat blad af. Je ziet dat je op heel veel verschillende manieren een selectie kunt maken met Photoshop. Waarom die selecties nou allemaal handiger zijn dan bijvoorbeeld gelijk de gum pakken, is dat als je de gum pakt en alles gelijk weghaalt, dan ben je alles gelijk helemaal kwijt. En zo'n selectie kan je aan of uitzetten. En dan gaan we zo naar boven. En dan sluiten we hier de vorm. Dan ga ik even naar dit pijltje weer. En dan zeg ik Ctrl-C. Pakken we hier weer een nieuwe laag. En dan zeg ik Ctrl-V. Doe ik die andere oogjes uit. En dan zie je dat ik hier het blad heb zonder achtergrond. En dan kan ik dit blad bijvoorbeeld weer op andere foto's plakken.